Heel erg uit. Het is echt geen grap dat we op uitkijken. Niek is kapot slecht. Wat is Niek? Niek! Yeah! Dat doet niemand open. En opeens zien we heel alle figuraties staan waar we bij de lunch staan. Dan hebben we gewoon de lunch gemist. Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag heb ik een opnamedag voor Misfit de serie. Misschien hebben jullie het al op mijn Insta gezien, maar ik doe mee en ik heb een rol in Misfit de serie. En dat komt op Netflix. En ik dacht, ik ga jullie gewoon een keertje meenemen naar de set en ga jullie backstage laten zien hoe het allemaal werkt en wie allemaal zijn en wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal... Gewoon, ik ga alles laten zien. Nou ja... Niet alles natuurlijk, want anders weten we natuurlijk al waar het allemaal over gaat en zo. Maar ik ga gewoon zoveel mogelijk proberen te filmen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als hoe ik het vroeger bij Brugglos deed. Gewoon lekker een beetje vloggen, een beetje kloten op de set. En het is nu 7 uur en ik ben onderweg naar Lisse, want daar is de school. En ik moet er heel vroeg zijn, ik moet er om 7:30 zijn. Dan heb ik 1 scène en daarna moet ik pas weer na de lunch draaien. Dus ik heb heel lang tussendoor vrij. Dus dan moet ik mezelf proberen te vermaken. Ik heb ook mijn laptop bij me en ik ga gewoon een beetje kijken, een beetje kloten. Ik ga gewoon mezelf een beetje proberen te vermaken. Maar goed, snel naar Lisse, want we moeten straks draaien. Goedemorgen, Maud. Hallo. Wat leuk. Nou, jongens, jullie kennen Maud waarschijnlijk wel van mijn Insta-stories. Van de waterfles. Maud gaat mij even scheren. Want hij heeft zich beloofd elke dag te scheren, maar hij doet het niet. Ja, ik probeer het wel. Zeg maar, mentaal heb ik me al geschoren. Ja, dat alleen, gaat ik zeg maar, ik moet het dan ook nog eventjes echt doen. Nou ja, Maud gaat even zorgen dat ik een beetje normaal uitzie vandaag. Deze mooie ochtend. En dan kunnen we er tegenaan vandaag. Mijn make-up zit erop. En ik ga eventjes op zoek naar de catering. Want ik heb heel erg veel trek altijd in de ochtend. Want ik eet nooit thuis. Omdat dat vind ik altijd te vroeg. Ah, kijk. Daar staat de cateringbus. En wat een mooie lucht trouwens. Zo, in die vroege ochtend. Zo, moet je eens even kijken. Een yoghurtje en 2 broodjes ei. We kunnen weer tegenaan, man. Goedemorgen. Gaat fantastisch. Oké, man. Hey! Hoe is het, Jopie? Nu zijn er ook weer 2 brugklassers bij Misfit. Oh, leuk, hè? 3 brugklassers. Oh ja, want Frits zit er ook in. Maar die komt nog. Oh, kijk eens even lekker. In de ochtend, een pannenkoekje met stroop. Hey, moet je dat wel doen, zo'n pannenkoek? Aangezien... Echt zieke fat shaming dit, hè? Maar aangezien... Ja, zeg... De comments helemaal kapot gemaakt worden. Ja? Dat weet je zelf natuurlijk ook. Want zeg maar, kijk, je zei net tegen mij dat je moeite hebt, dat je het gevoel dat je zelf al wat dikker aan het worden bent. Is het al, dan wel handig dat je een pannenkoek eet? Oh, en je hebt ook stroop en poedersuiker erop. Dat is zeg maar, dat is niet heel veel beter. Jongens, kijken jullie uit met je kleding? Ja, sorry. Nee, maar het is echt geen grap, hè? Ja, man. Nee, wij kijken heel erg uit. Het is echt geen grap dat we op uitkijken. Oh, ze zegt... Bente, ik vermoord je. Je nog geen 2 seconden en je gooit het over naast je bord. Agnes! Oh. Hey Ben, moet je dit wel doen? Ah, je hoort toch lekker in je bek. Goedemorgen. Nee, gooi er anders nog even wat poedersuiker overheen, joh. Oh nee, poeh. Doe niet rustig. Niet rustig doen, hoor. Gooi er maar overheen. Kijk eens wat een leuk pakje ik aan heb, jongens. Een schoolpakje van het Hoogland. Yo, ik vind het wel serieus. Deze broek vind ik serieus echt nice. Als je dit gewoon inderdaad gewoon een keer met een wit t-shirt of zo draagt, is best vet. Maar in de serie heeft iedereen dus een schoolpak aan. Ik ga voor de rest niet vertellen waarom. Maar goed, ik vind het een leuk outfitje. De eerste scène zit er alweer op. Dus ik heb nu best wel een lange tijd vrij. Ik hoef nu niks te doen. Ik ben pas de 2e scène na de lunch. Dus dat wordt lekker wachten. En ik ga nu weer een broodje pakken, want ik heb weer trek. Wij hebben eventjes pauze. En nu hebben we wel echt pauze. En wij hebben deze mooie basketbal. Want in de serie ben ik basketballer. Wat ik dus al zei, in de Misfit de film speelde ik Figo. En nu ben ik weer Figo. En ik ben een basketballer. En wij gaan nu eventjes lekker basketballen buiten, want wij hebben pauze. Ja, en hij moet oefenen, want hij kan helemaal niet basketballen. Wat wil jij nou? Laat even het trucje zien dan, op je vinger. Let op, hè. Hier, dat gaat gewoon fantastisch. Ik denk... Ja, je kan het maar 1 seconde. Nou, ik denk dat als ik een maand lang dit ga doen, want het draait nog ongeveer een maand, dan ben ik echt een prof. Hoor je dat, dan ben ik een prof. Maar je bent ook te klein voor een basketballer. Kijk eens, wat een gezelligheid. We zijn hier dus nu voor de school. En ja, er stonden heel veel kinderen die waren hier ook aan het voetballen. Dus je ziet Niek daar in dat gele pakkie.
Ik ga altijd zo stuk door. Niek die gaat dus altijd zo goed met kinderen om. Als er kinderen zijn, is Niek altijd gelijk helemaal hyper en blij. En dan wil hij dat het om gaat iedereen uitnodigen om mee te voetballen. Nou, je ziet wat er nu is van ons gekomen. Wat is Niek? Wat is Niek? Niek is kapot. Niek is kapot. Wat is Niek? Niek is yeah! Ik ben kapot. Ik ben kapot. Ik ben kapot. Ik weet guts van mijn outfit. Nou, daar zijn al die kinderen weer. Het was wel even gezellig, hè? Leuk, even energie eruit. Even energie eruit en dan gaan we nu weer, we gaan weer aan het werk. Weer wachten. We gaan weer aan het werk. We gaan weer even wachten. Weg. Wij staan dus voor de deur, gewoon bij de ingang waar we naar binnen gingen. En er staat geen doorgang en er doet niemand open. En opeens zien we heel alle figuraties staan waar we bij de lunch staan. Dan hebben we gewoon de lunch gemist. Hey, beter gaan we nog even snel wat halen, want ik wil gewoon eten. Oh, ik heb altijd dat ik gewoon echt, als er op zo'n draaidag, dan werk je zeg maar naar de lunch toe. En na de lunch dan is het gewoon, ja, dan ga je daarna gewoon lekker iets anders doen. Oh ja, zie je. Zie je. Kijk hoe lang die rij is gaf. Nou, dan gaan we achter in de rij staan. Dus we hebben het toch gered. We hebben het toch gered. Meestal... Goed, nou, waarschijnlijk de 9 van de 10 keer dat Bent. Waarschijnlijk 9 van de 10 keer dat Bent iets zegt, ga ik het eruit bliepen. Aangezien het niet kindvriendelijk is en nergens op slaat. Maar ik wilde eigenlijk vertellen dat we hier op de set altijd vegetarisch eten en soms vlees hebben. En we hadden vandaag vlees. Ja, wat minder kadaver. Ik. Holy shit, wat is er vervelend, zeg? Er zit ei in mijn neus. Ik zei, Brit, wat krijg ik van jou? Wat zei je net? Maar, toch? Als ik hier mijn pik inleg en dat zij hem dan dichtdraait, wat krijg ik dan van haar? Dat zei ik 100 euro, maar hij hoeft niet verder breder, toch? Want dit is goed. Hier past hij wel in. Oeh, daar past hij zeker in. Ja, hè? Misschien nog wel iets te... Iets te wijd. Ja. Maar doe maar. Maar 100 euro vind ik niet goed genoeg, minimaal 1000. Oké. Dag! Doei! Dag! Doei! Allemaal klaar mee. Wat zeg je nou? Niks. Dag. Jongens en meisjes, dames en heren. Het is inmiddels 6:30. En de draaidag zit erop. Dus wij gaan lekker naar huis. Ik ga Gio... Zo. Gio? Waar is Jaren dan? Oh. Nee. De hek is dicht. Nee, ik wilde zeggen, ik ga Niek eventjes langs huis brengen. En dan ga ik ook lekker naar huis. En dan zit de dag weer op. En dan ga ik lekker in mijn bedje liggen. Want ik ben er klaar mee. Het is mooi geweest voor vandaag. Hey, heb je goed gefixt? Dus ik ga ook de vlog afsluiten bij deze. Vond je dit een leuke video en wil je meer backstage vlogs van Misfit de serie? Laat dan even een reactie achter, like deze video en vergeet niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later!